En ze zijn er al begonnen. Comienza Puerto Alto de Langliru. Laatste beklimming van de dag. En wat voor een, het monster van Asturië. Meer dan 12 kilometer. Gemiddeld bijna 10%. En moordstroken boven de 23%. En we gaan naar de laatste 6 kilometer. Met z'n tienen. De kilometer is hier nog altijd even lang dan in de afdaling, maar het duurt alleen iets langer. Als er spelen bij is in dit verhaal, het is vooral afzien, denk ik. Vooral afzien. Of er wel is het van niet beter kunnen. Buitenkant bocht. Amai, dat zal wel zijn. Daarvan profiteert iedereen om eens goed om te kijken. Toch de mannen voorin daar. Ja, en Mats gaat versnellen en de finale is geopend op de Angliru. Het is Mats die doet wat de Movistar gehoopt had. Daniel Martin. En ook Carapaz in de problemos. Het is net of Carapaz een tandje lichter staan hier. Ja. Rijdt er zelfs een beetje van weg. Koes moet wachten. Maar hij rijdt wel dat gaatje met Mas dicht. Ja, ja, maar ja, het is nog drie kilometer rijden. Nou, dat is een eindrijder, hè. Dat is nog minuten te gaan. Hugh Carthy is ondertussen vertrokken. Ja, ja. En die staat op 58 seconden. Prachtige beelden van de Angliru. Die eens kijken waar ze rijden. Ja. Binnen de 30 meter. In dit beeld. Prachtig beeld. Door het koersstuur. Het is een kathedraal van een berg. De stilte is gewijd vandaag. Dit is dan nu op Quenya Les Cabres, het allerstijlste stukje. En dit, de weg richting hel of wielerhemel. Het is maar hoe je het omschrijft. Pak het vast. Kijk eens naar Mas. Eén keer trappen en niet vooruit gaan. 2,30 meter als je één keer ronddraait met die pedalen. Dat is met moeite zo'n stippenlijn. Met moeite zo'n stippenlijn. Het is 8 seconden dat Mas vooruit. Ja, het is voldoende. Het is net. Als hij het houdt, dan weet hij erin. Je kan er zo aan, ja. Maar het is 8 seconden. 20%. Oho. 20%. Ja, daar Carapaz, is Carapaz. Carapaz heeft Roglic losgewerkt. Roglic hangt dan op een lengte of 7. En Carapaz probeert hier op deze manier richting rode leiderstrui te rijden. Carapaz, de fanatieke Carapaz, dat moet hem vleugels geven. Carapaz, ja. Op deze manier, als hij dit kan houden. Roglic binnenbocht, dat is durven. Duidelijk kleiner gesproken. Oeh, hij vertrapt zich daar ook bijna. Man, Renato, doe mij schrikken. Dat is toch vreemd ook, ja. Versnelling, daar even haperend. Ten nog eens versnellen nu. Carapaz nu ontketend. De leider in het defensief. Koes weet dat hij rapper moet, maar hij mag niet, want anders is zijn kopman eraf. Nu al kunnen we zeggen, een geweldige ronde van Spanje. Het is nu Hugh Carthy die tempo gaat maken. Dat zal Carapaz graag zien gebeuren. Koes is een fantastische luitenant. Ja, kijk naar de leidersweg. Dat gezicht en Roglic nu toch een beetje, om niet te zeggen helemaal aparcado, begint daar ook een beetje te zwalpen. Die motor moet dan oppassen. Kijk, Roglic nu toch echt wel in grote problemen. En vooral Hugh Carthy weg van Carapaz. En seconde Carapaz pakt en blijft dat verschil intact. Hier Daniel Martin, de Ier van Israël. Wat een beeld. Ben al kijk naar die blik. Wat een gezicht. Hugh Carthy. Wat een spektakel op de flanken van de Angliru. In de verte ligt Asturië. Dit is Asturië. En Carthy is nu toch wel heel dicht bij de mooiste overwinning uit zijn carrière. Mas ook. Kijk hem op die tanden bijten. Vlasov mee. Carapaz daar net achter. Een gewijde, zalige stilte voor een overwinning. In de geschiedenisboekjes. Hugh Carthy is de naam. Education First, de ploeg. Heerlijke overwinning. De mooiste uit zijn carrière. Hij temt het beest van Asturië. De winnaar op de Angliru is Hugh Carthy, de Brit. Roglic gaat zijn rode leiderstrui verliezen. Hier Vlasov, dat is op 16 seconden. Dan Carapaz op 17, 18. 17, 18, en dan tikken die seconden weg. Geen bonificaties voor Carapaz. Nee, maar deze mannen zijn dicht. En op 26 seconden. Dan is dat een seconde of 10, 9. Ja, 8 zeg jij. Goed, nieuwe leider in de Ronde van Spanje, Richard Carapaz.